Op school moet de wereld voor je open gaan en niet dicht. Wat leren wij op school? We leren onder andere dat iedereen gelijk is, rechten heeft en hoe je met elkaar omgaat in ons multicultureel land. Toch gaat er wat mis in het onderwijs. Wij hebben een systeem volgens openbaar en bijzonder onderwijs. Bijzonder onderwijs ontstond 100 jaar geleden. 100 jaar geleden kregen de socialisten van die tijd algemeen kiesrecht. En in ruil hiervoor kregen de gelovigen de financiële gelijkstelling voor openbaar en bijzonder onderwijs. Gelovigen mogen vanaf die dag zelf een school stichten, zonder dat de overheid hier inspraak in heeft. En dan denk je nu, ach, die paar schooltjes die een iets andere aanpak hebben, dat maakt niet zoveel uit. Maar 7 op de 10 scholen in ons land vallen onder bijzonder onderwijs. Onderwijs is toch het fundament van de beschaving. School is dé plek waar je in contact raakt met andere mensen. Onderwijs is goed voor de integratie. Is het dan niet gek dat een merendeel van deze belangrijke periode, van jouw leven, van ons leven, aan religieuze doeleinden wordt besteed? Is het dan niet gek dat juist bijzonder onderwijs de huidige verzuiling in stand houdt? Momenteel groeien we al steeds verder uit elkaar en op deze manier maak je probleem alleen maar groter. Laten we nou even redelijk zijn. In een week zit 168 uur. 30 uur daarvan gaat het kind naar school. En al die andere tijd, die 138 uur, dan mag de kerk ze hebben. Alleen die 30 uur. Die 30 uur. Dan is het kind bij de staat en leert het kind wat elk ander kind zou moeten leren. Want stel nou dat. Stel, God bestaat niet. Dan zijn we meer dan de helft van onze kinderen in ons Nederland totale onzin aan het verkopen. En natuurlijk, iedereen heeft recht op vrijheid van geloofsovertuiging. En niemand niet. Ook ik niet. Verbied het kinderen om te geloven. Maar laat school de plek zijn voor het onderwijs. Zonder religie. Want voor religie is nog tijd genoeg. Op school gaat de wereld voor je open en niet dicht.